Jim heeft net al zijn geld in aandelen gestoken. Maar de aandelenmarkt crashte. Oh nee, Jim is failliet. Dit is zijn grootste fout ooit. Amber heeft nog steeds geen idee hoe het gebeurd is. Maar de politie is hier. Om al hun bezitting in beslag te nemen. Alles waar ze zo hard voor gewerkt hebben. Jim kan zijn ogen niet geloven. Dit lijkt wel iets uit zijn ergste nachtmerries. Stop, maar het is te laat. Niet Amber's favoriete bank. Nee! Deze jongens doen gewoon hun werk. Dit was een huwelijkscadeau van de burgemeester. Jim probeert ze te overtuigen dat het allemaal een vergissing is. Dat is het ook, behalve dat Jim degene is die het heeft gemaakt. Hoe moeten ze nu leven? Ze zijn nog nooit arm geweest. Alles wat ze nog hebben, is elkaar. En Amber's dure diamantenring. Jim heeft geen idee wat te doen of hoe verder te gaan. Een feest voor rijke mensen moet hem opvrolijken. Hij smeekte Amber om haar ring te verpanden. Maar Amber wilde dat niet doen. Het betekent te veel voor haar. Laten we een pauze nemen en wat eten. Waar is de bediende? Amber is helemaal vergeten dat ze geen bediende hebben. Het is al goed. Ze kan zelf lunch maken. Ook al heeft ze dat nog nooit van haar leven gedaan. Maar ze voelt zich klaar om deze situatie aan te kunnen. Er ligt kaas in de koelkast. Het is schokkend dat er zoveel mochten houden. Oh, plus de restjes van het diner van gisteren. En een blender. Amber gooit er alles in wat ze gevonden heeft. Ze wil Jim gewoon opvrolijken. En ze heeft sap gemaakt van niet erg sappige ingrediënten. Ze wil het niet eens proberen. Het lijkt erop dat Jim het lekker vindt. Of misschien waardeert hij gewoon het gebaar. Laten we een gebroken selfie nemen. We zien er geweldig uit samen in rijkdom en armoede. Als je rijk bent, waardeer je niet echt wat je hebt. Er is zoveel veranderd. En Amber begint de accessoires van vorig jaar te waarderen. Er is ook parfum. De geur herinnert haar hoe rijk zij als vroeger was. En de juwelen glanzen als haar heldere rijke verleden. Jim herinnert haar aan hun trieste, gebroken realiteit. Honger maakt haar gek. Ze draagt troep als accessoires. Tijd om nog een zielige selfie te nemen. Amber ziet er triest uit. Haar make-up is uitgelopen en haar wimpers vallen af. En ze heeft een nagel gebroken. Ze is zo van streek. Maar ze is creatief. Rauwe pasta is precies wat ze nodig heeft. Goed dat Amber niet weet hoe ze moet koken. Maar ze kan wel een schoonheidssalon openen. Haar verbeelding is zo krachtig. Ondertussen dwaalt Jim door het huis op zoek naar eten. Amber's nieuwe nagels zijn geweldig. Ze is zo trots op zichzelf. Nog een selfie. TV kijken heeft Jim altijd geholpen om te ontspannen. Amber's optreden is net zo goed. Plus, ze zingt als Beyoncé. Nou ja, bijna. Nu is het Jim's beurt. Oh, een politieshow. Perfect. Dit is leuk. Beyoncé draagt haar volgende lied op aan de dappere detective. Laten we een selfie nemen. Amber's maag smeekt om eten. Oh, dat ruikt naar pizza. Geef het aan de behoefte. Zoals Amber. De bezorger is niet zo gul. Achter hem aan! Dit is een nieuw dieptepunt voor Amber. Uh-oh, dit is de klant die op de pizza zat te wachten. Amber heeft net wat geld verdiend. En een fooi. Voor haar snelheid. En haar mooie ogen.
Geld verdienen is niet eens zo moeilijk. Oh, die bezorger weer. Hij wil het geld. Oh, man. Hij deelt het geld eerlijk. Jee, Amber heeft weer geld. Laten we wat selfies nemen voor het raam van een vliegtuig. Mijn volgers mogen niet weten dat ik blut ben. Ik heb normen te handhaven. Jim is moe van de vlucht. Nu gaat Amber genieten van de zon in Puerto Rico. Haar volgelingen zullen zo jaloers zijn. We hebben alleen nog olijven om te eten. Maar hoe krijgen we ze uit de blik? Amber en Jim hebben een uur lang nagedacht. Proberen wat magie te gebruiken om een blik te openen? Het ziet er indrukwekkend uit, maar het is nog steeds dicht. Jim heeft een idee. Tijd om grote kanonnen tevoorschijn te halen. Zijn brute kracht zal dit zielige blikje met gemak verpletteren. Of niet? We kunnen ze gewoon met het blikje opeten? Amber zag net een ring op het deksel van het blikje. Waarom hebben ze dat niet eerder ontdekt? Ze hebben dit nog nooit eerder gedaan. Jim is doodsbang. Er zit een grote spin in. Amber is de dappere, dus zij neemt het over. Als Jim's ridder op het witte paard draagt ze een monster uit voor een gevecht. Amber wint. Het monster had geen schijn van kans. Dit is Amber's eerste werkdag. Het enige waar ze aan kan denken is eten. Vroeger kon ze kopen wat ze wilde. Oh, de goede oude tijd. Oeps, dit is onhandig. Een selfie nemen is wel leuk. Hier is haar baas. Hij is woedend. Amber is ontslagen op haar eerste dag. Oh, pech. Ondertussen is Jim buiten aan het werk. Praten met mensen is duidelijk niet zijn sterkste kant. Weet je zeker dat je geen kortingsbon hebt voor een pizza? Misschien moet hij overtuigender zijn. Of niet? Hij ging overboord. Tot zover de dankbaarheid. Jim wordt wanhopig. Zijn werkdag is duidelijk voorbij. Tijd om betaald te worden. Oh, daar gaan we. Een doos met die pizza uit de folder. Of ramen met pizzasmaak. Het alarm onderbreekt de zoete dromen van het koppel over eten. Amber en Jim krijgen vandaag gasten. Ze waren het bijna vergeten, maar wat kunnen we doen? Geen geld betekent geen eten. Amber is zelfs bereid haar ring op te geven. Maar Jim heeft een plan. Hier zijn de gasten. We houden een minimalistisch feestje. En eten voor de ziel. De gasten houden van dit concept. Oh, yeah. Ze houden van ademhalingsoefeningen. Al je chakra's reinigen met honger. Is perfect na een lange werkweek. Iedereen voelt dat hun innerlijke balans hersteld wordt. Of misschien is het gewoon honger. Je bent er niet aan gewend, of wel? Maar wacht, er is meer. Exotische thee voor innerlijke harmonie. Zonder suiker natuurlijk. Het zal je vrede en evenwicht brengen. Het smaakt vreemd, bijna als water. Amber biedt de gasten nog wat thee aan. Maar ze hebben maar één theezakje en ze gebruiken het al dagen. Instant noedels eten met boomtakken als eetstokjes? Dat is fantasierijk. Jim eet en probeert gelukkig te lijken. Iedereen is tevreden. Het plan heeft gewerkt. Maar de smaak van de noedels maakt één gast achterdochtig. Een ander eet vrolijk verder. Oeps, het pakje viel gewoon. We werden bijna betrapt. De gasten zijn vol en gelukkig en hun chakra's zijn schoon. Ze gaan naar huis.
Het heeft gewerkt. Update. Amber heeft 1 miljoen volgers op Instagram. We zijn weer rijk. Yay! Is jou ook wel eens iets totaal onverwachts overkomen? Vertel ons daar alles over in de comments. En wie weet gebruiken we de beste verhalen in een toekomstige video. En vergeet niet te liken en te abonneren, zodat je nooit een nieuwe video van Tjoem Tjoem Trick mist.